Hoe kijkt Oldebroek naar buurgemeente Kampen? Kampen, een schitterende stad met een schitterende historie. In de middeleeuwen een van de grotere steden van Nederland, groter dan Amsterdam destijds. Hele mooie, rijke stad en nu nog een hele mooie stad. Maar wel een stad die in de loop van de eeuwen wat economisch gezien in de versukkeling is geraakt. Onze indruk als buurgemeente is dat die stad er, en daar zijn we blij mee, de laatste tientallen jaren weer behoorlijk aan het opklimmen is. Dat het gewoon goed gaat met die stad. Wij zijn de buurgemeente van Kampen. Dat waren we altijd al voor een heel klein stukje bij Noordeinde. Maar sinds de fusie van Kampen en IJsselmuiden hebben we een gemeenschappelijke grens van 15 kilometer. Dus eigenlijk zouden we heel veel contact met elkaar moeten hebben. Dat was in het verleden niet zo. Ik merk ook dat de laatste jaren wat geïntensiveerd is. Op dit moment hebben we regelmatig met elkaar contact. We kennen elkaar ook van persoon tot persoon. Dat zijn heel belangrijke dingen. Want nogmaals, 15 kilometer gemeenschappelijkheid, dat maakt wel enig verschil. Het is een andere provincie, dat is soms lastig voor ons. Want dat betekent dat je een andere bestuurlijke oriëntatie hebt. Wij moeten voor het provinciehuis naar Arnhem. Wij vallen onder het provinciale streekplan in Gelderland. En Kampen die valt onder de provincie Overijssel. Maar gelukkig zijn er de laatste tijd wat banden waardoor we elkaar toch regelmatig zien. Er is een overleg rondom de netwerksteden Kampen, Zwolle, en waar wij ook aan deelnemen aan het overleg. En dat is denk ik een hele goede zaak. Want laten we wel wezen, als het in Zwolle en Kampen, ik noem het maar even samen, want economisch gezien zie ik steeds meer dat het samenwerken is goede zaak. Als het daar regent, dan druppelt het in Oldebroek. Dus we hebben er alle belang bij dat het goed gaat. En ik denk ook dat Kampen een goede toekomst tegemoet gaat. Waarom? Ze hebben een hele poos aan een dood eind gezeten. En dan hield het op. Heel mooi natuurlijk die oude Zuiderzee. Naderhand de polders, maar het hield op. Straks loopt er een prachtige Hanselijn door. Daar zijn hele mooie plannen bij. Klein foutje destijds dat ze bedacht hadden dat dan het hele dorpje Noordeinde in mijn gemeente helemaal weggepoetst wordt. Even vergeten. Nou, dat zijn van die kleine dingen die moet je dan samen even met elkaar uitpraten. En dan is dat ook weer gebeurd. Ook weer geregeld. Maar ik denk dat Kampen een mooie toekomst tegemoet gaat. En dat wensen we ze ook graag toe. Want nogmaals, als het in Kampen en in Zwolle regent, dan drupt het bij ons en ik wil het graag zo houden. Dankjewel.